waarom ik in de kunst zit, is omdat de kunst is een gebied waarin je met affect kan werken. Waarin je verschillende sensibiliteiten aanspreekt. En niet bijvoorbeeld alleen het intellect of alleen een ding of alleen informatie. Dus dat interesseert me aan de kunst en ik denk dat ik daarom in dat gebied werk. En ook omdat ik geloof in het experiment. En dat door middel van het experiment je tot inzichten, kennis, nieuwe ervaringen kan komen. En dat is natuurlijk waar de kunst zich voor leent. Of in ieder geval dat gebied leent zich om die houding te hebben. Het idee waarmee ik werk is dat ik ruimte kan scheppen voor het componeren met andere stemmen. Dat is eigenlijk hoe ik wil proberen te werken. En dat is misschien pretentieus en misschien werkt het ook niet, maar ik probeer dat gewoon iedere keer weer. Eigenlijk ben ik op een gegeven moment daar dan dat zo gaan doen en dat als een soort filmprincipe opvatten. Het idee van film maken heeft al in zich een soort van collaboratief scheppen of maken. Je bent al sowieso met een aantal mensen, je kan het nooit alleen doen. En dan vond ik het eigenlijk wel interessant om dat bijna als metafoor te gebruiken voor de productie. Zullen we maar zeggen, de productie van het werk, whatever dat woord. Dus ik dacht van, het is wel spannend om te kijken als je dan een soort van speelt, dat je cinema gaat maken. Dat je het eigenlijk gewoon opzet alsof je gaat een film maken. En toen ben ik daarmee begonnen van, ik nodig mensen uit voor script, voor locatie, voor beeld, voor ander soort rollen die ingevuld kon worden. Maar dat waren helemaal geen mensen uit de film. Maar we gingen gewoon samen proberen daar iets uit te creëren. Dat was een eerste stap, zeg maar. Als ik mensen meeneem om een aantal functies te vervullen, zoals geluid of beeld, die spelen toch altijd een hele grote rol in het productieproces van wat gebeurt daar op dat moment. Dus wat kun je in gang zetten? Wat maak je mogelijk? En die gebeurtenis is eigenlijk wat ik dan vastleg. En daaruit maak ik het werk eigenlijk. Ik heb wel echt het gevoel dat je als kunstenaar altijd in samenwerkingsverbanden zit. Dus dat je ook met de curatoren met wie ik samenwerk, is toch altijd een vorm van samenwerken. Ik voel me daar absoluut niet als een soort van eenling die alsmaar weer opgepikt wordt en ergens anders neergezet wordt. Maar meer altijd in een circuit van verhoudingen. En ik denk dat mijn werk daar ook heel erg uit voortkomt. Uit het idee van een circuit van verhoudingen. Het gaat over die verhoudingen die je hebt en die je aangaat om dingen te maken en om dingen zichtbaar te maken. Mijn core interesse is inderdaad om het huidige moment te begrijpen. Dus het moment van het heden te begrijpen. En daar zoek ik elke keer weer andere momenten voor om die met dit moment in contact te brengen. Dus ik werk ook niet aan momenten in het verleden, maar ik werk altijd aan momenten die zich voorgedaan hebben in het verleden en hoe die op dit moment te reactiveren zijn of met dit moment in contact te brengen zijn om daar iets over duidelijk te maken van de situatie, de condities en de situatie waarin we nu leven. Dat is mijn motivatie, denk ik. On the street.